Goedenavond allemaal. Het is een paar minuten na zeven, dus ik wil graag beginnen met de oriënterende ronde. De laatste oriënterende ronde in deze samenstelling. Dat wil zeggen de laatste oriënterende ronde voor de verkiezingen. Ook een hartelijk welkom aan alle mensen op de tribune en in het bijzonder de dames van het Alpha College, de directiesecretaresseopleiding die hier ieder jaar zijn. Ook jullie hartelijk welkom. Wij beginnen zoals gebruikelijk bij agenda punt 1, opening mededelingen. Er zijn geen mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de raad? Niet. Vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Ook niet. Dan zijn we bij agenda punt 3 en dat is het spreekrecht. Er heeft zich voor vanavond één inspreker gemeld en dat is meneer Rick Hofsink. En dat gaat over alternatieve duurzame energie. Ik wil meneer Hofsink vragen om achter het spreekgestoel te plaatsnemen. Ja. Ja. Beste leden van de raad, wethouders, burgemeester. Afgelopen tijd hebben wij als Realistisch Duurzaam Bergtijm een aantal keer ingesproken vanaf deze locatie. We hebben ons gepresenteerd als werkgroep en gewezen op nadelen van windmolens in de gemeente Hardenberg. Ook zijn we in gesprek geweest met een aantal fracties over dit onderwerp. Het algemene beeld wat naar voren kwam was dat iedereen wel openstoot voor alternatieven. We hebben het de afgelopen tijd gedaan. Hier naar lopen zoeken, maar lopen hier vast. Niet door het aanbod van alternatieven, maar door een teruggesloten blik van de gemeente en de informatie die zij aanlevert. Overigens is het niet onze verantwoordelijkheid onderzoek te doen, maar de gemeente die tot nu toe niet of nauwelijks ons betrekt in het op te stellen projectplan van de windmolens. Om te beginnen bij het begin. In het raadvoorstel van 2016 wordt duurzame energieopwekking vastgesteld met de volgende mogelijkheden. Windenergie, grootschalige duurzame zonne-energie, biomassa, waterkracht en restwater. In de raadsbrief van maart 2017 wordt duurzame energieopwekking vastgesteld met de volgende mogelijkheden. Windenergie, zon, biomassa en warmte. Daar zal één optie afgevallen. Op 8 september 2017 wordt bekend dat er een windmolensproject komt tussen Bergtijm en Kloosterhaar en ten zuiden van de Witte Paal. Hoe komt deze keuze tot stand? Welk onderzoek is hieraan vooraf gegaan? Door wie en op basis van welke criteria is dit onderzoek gedaan? Waarom worden de manieren om duurzame energie op te wekken vooraf al vastgelegd en wordt er geen open blik gehouden? De keuze van windmolens is een rare keuze. Wij als werkgroep hebben al aangetoond dat het simpelweg niet rendabel is om windmolens te plaatsen op de beoogde locatie. Het waait er niet hard genoeg voor. Nu wordt het vaak als reden gebruikt dat tegenwoordig windmolens beter zijn dan oude varianten. Dit argument wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij windmolens in Rauwveen die binnen 15 jaar vervangen worden. Het is een raar argument. Al sinds het jaar 1180 is het principe hetzelfde. Echter wisten ze toen nog niet af van het bestaan van de wet van Betts. Dit schrijft voor dat er maximaal 59,3% van de windenergie kan worden omgezet in mechanische energie. De omzetting van mechanische energie naar elektrische energie is de enige in een windmolen wat veranderd kan worden. Dit ten goede aan het rendement. Deze ontwikkeling is niet dusdanig baanbrekend dat dit tientallen procenten beter kan worden. Een andere invalshoek dan. Uit onderzoek van KPMG onder wereldwijde hooggeplaatste functionarissen van autofabrikanten en dealers blijkt dat 78% verwacht dat waterstof voor het doorbraak gaat zorgen. Dat zagen wij ook als werkgroep en wilden een initiatief uitwerken waarin met zonnepanelen energie wordt opgewekt die in waterstof kan worden omgezet in een nieuw waterstof-tankstation. Technologie die van de plank ingekocht kan worden in Engeland. Een mooi ambitieus plan om als vierde gemeente van Nederland een dergelijk tankstation te hebben. Echter valt het niet binnen het vastgestelde scope van de gemeente in een duurzame opwekking of de duurzame methodes om energie op te wekken. Daarnaast willen we een variant uitwerken waar stroom uit zonnepanelen door een onbalansregelaar of teruggeleverd gaat worden naar stroomnet of om te zetten in waterstof als er geen energievraag is vanuit de markt. Deze waterstof kan later weer worden omgezet in elektriciteit op het moment dat de markt wel behoefte aan heeft en de zon niet schijnt. Zodoende blijft het energienet stabiel, iets wat bij windmolens absoluut niet het geval is en uiteindelijk voor uitval van elektriciteitsnetwerk gaat zorgen. Echter valt dit ook buiten de scope van de duurzame energieopwekking van de gemeente zoals eerder genoemd. We hebben het nog niet eens gehad over ons voorstel om het gehele industrieterrein en het nieuwe ziekenhuis te voorzien van aardwarmte. Niet alleen liepen we tegen de vastgestelde normen van energieopwekking aan, ook is er volledig onduidelijk hoeveel energie er duurzaam opgewekt moet gaan worden. Percentages zijn duidelijk, maar feiten en cijfers spreken elkaar compleet tegen. Uit het raadsvoorstel van december 2016 komt naar voren dat 5% duurzame energie overeenkomt met 10 windmolens of 800.000 vierkante meter zonnepanelen. Als de totale gemeente Hardenberg ongeveer 340 miljoen kilowattuur per jaar verbruikt in 2016, volgt eruit dat 1 vierkante meter zonnepaneel ongeveer 21 kilowattuur per jaar opbrengt. In een meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg staat dat ongeveer 4200 terajoule gelijk is 101 windmolens of 7,5 miljoen vierkante meter zonnepanelen.
Wat in omgerekende staat 1 vierkante meter zonnepanelen gelijk aan een opbrengst van 156 kWh per jaar. 21 of 156 kWh per jaar voor een vierkante meter zonnepanelen. Dat is bijna een factor 8 die zit tussen het raadsvoorstel en het meerjarenprogramma. Dergelijke verschillen zien wij in alle documenten terugkomen. Daarnaast wordt niet gesproken over kilowattuur, maar procenten. Zijn hierbij ook de 9 miljoen kilowattuur die door zonne-energie zijn opgewekt in 2016 ook meegenomen. Dat is toch 3% om in uw termen te blijven. Door de verkeerde instelling of operatorfout heeft Tsjernobyl kunnen gebeuren. Een kleine losse bout heeft ervoor gezorgd dat een Russische ruimteraket explodeerde. De Belmer-ramp heeft kunnen gebeuren door achterstallig onderhoud aan een 14 centimeter grote pen. Nu wil ik het plaatsen van windmolens nog net niet gaan vergelijken met deze rampen, maar ik wil u wel wijzen op het feit dat hele kleine details soms een enorme impact hebben. U moet de keuze maken die ingrijpend is in het landschap, natuur, energievoorziening, samenhorigheid, leefbaarheid en zelfs volksgezondheid, terwijl de grote lijnen nog onduidelijk zijn of zelfs elkaar volledig tegenspreken. Daar staan dat er details ingevuld kunnen worden, terwijl dit helaas al wel in de wandelgangen gebeurt. Ons aanbod is derhalve om als groep mee te onderzoeken welke alternatieven er beschikbaar zijn of worden, ten einde ook draagvlak hiervoor te creëren. Wij roepen de Raad op een open blik te houden naar alle soorten van duurzame energieopwekking. Als er plannen aan u worden voorgelegd, dan rekenen we op uw kritische blik en oog voor positieve betrokkenheid en draagvlak van de inwoners van de gemeente. Wees transparant in aangeleverde informatie, besluitvorming en uitvoering en wees we bovenal kritisch op informatie. Kijk waar deze vandaan komt. Wij danken u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Hofzink. Als u nog even wilt blijven staan, want er zijn vragen voor u. In ieder geval van meneer Mulder van de ChristenUnie, meneer Rodemond, meneer Bak en meneer Breukelman. Meneer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het bijdrage. Goed pleidooi weer wat dat betreft. Niet voor het eerst hier in deze raad. Ik vroeg me even af van, je zegt en ook voor mij de vorige keer al van, ja, neem het mee in de keuzes die je gaat maken. Maar je bent zich wel van bewust dat er nog geen concrete keuze voor ligt. Dat klopt, maar zoals ik ook refereerde naar dat, wat was het ook weer? 8 september 2017 werd bekend dat er een pilotproject komt van windmolens tussen Bergtem en Klosteraar en ten zuiden van Witte Paal. Dus ja. Ja, ik kan alleen maar van het CDA aangeven dat wat ons betreft nog geen enkele keuze op tafel ligt. Er liggen weliswaar wat zoekgebieden, maar zo concreet is het op wat ons betreft nog niet. Maar goed, we houden elkaar erover op de hoogte, denk ik. Ja. Meneer Mulder? Ja, dank u wel. Onze vraag is van... eens wat meneer Breukelman ook aangeeft, wij hebben nog geen plannen gezien, dat heb ik destijds ook in Bergentijn gezegd. Zodra er plannen zijn, dan kunnen we ook ergens over spreken. U spreekt alleen uw bezorgdheid uit. Maar u zegt ook net tegen deze raad van blijf transparant. Kunt u eens aangeven waaruit blijkt dat deze raad niet transparant is? Ik sprak ook de wethouder bijvoorbeeld aan. Zoals hadden wij afgelopen februari volgens mij nog een... Kijk even de rest aan. Februari was er volgens mij nog een bespreking met de wethouder. Daar hebben we niks van weer gehoord. Transparantie op basis van keuzes. Waarom is er een pilotproject daar op die locatie? Waarom is er een pilotproject niet ergens anders? Waarom wordt dat soort keuzes van duurzame energieopwekking van tevoren vastgelegd? Waaruit blijkt dat? Ja, maar u hebt het tegen de raad en u hebt het tegen de wethouder. Ja. En dat wat u met de wethouder hebt, is prima. Maar het moet wel zo zijn, u hebt het nu tegen de raad en u zegt tegen ons, blijf transparant. Net alsof wij niet transparant zijn. En dat bevreemdt mij een beetje. Op dat stuk moet ik u gelijk geven. Oké, dank u wel. Ja. Dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Hofzink, bedankt voor uw bijdrage. Een verhaal met ook veel cijfers en veel informatie richting ons. Dank daarvoor. U stelt, als ik goed geluisterd heb, ook een vraag aan ons, een vraag aan de gemeente, maar doet ook een aanbod. Het aanbod is volgens mij van, wij als werkgroep willen graag aan de slag en zouden graag een bijdrage willen leveren aan de duurzaamheid. Ja. Even los van dat u tegen windmolens bent, want dat is ook wel duidelijk en helder. Nou, we zijn niet tegen windmolens, we zijn tegen windmolens in de gemeente Hardenberg. Ja, tegen windmolens in de gemeente Hardenberg, goed dat u het dan zo formuleert. Maar wat vraagt u van ons als raad en wat vraagt u van de gemeente? Dat vind ik ook interessant om daar eens op in te zoomen. U bent verplicht volgens de wet om in 2020 volgens mij 16% duurzaam energie op te wekken. Ik vraag van de raad om een open blik te houden op allerlei voorstellen die gedaan worden. Ook al worden ze niet vanuit de gemeente gedaan en wij presenteren ze u. Kijk alsjeblieft mee. Dat vragen wij. Oké, helder. En we kunnen dus van uw kant voorstellen verwachten? Ik heb nu al een aantal voorstellen gedaan, maar die vallen buiten de scope zoals ik aangaf. Ja, maar wij kunnen dus ook van u concretere voorstellen verwachten waar wij als gemeente en dus ook als raad over zouden kunnen besluiten. Absoluut. Helder. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Meneer Hofsink, ook van onze zijde dank voor uw heldere betoog. Ik hoorde inderdaad ook een paar alternatieven die u aandroeg om duurzame energie op te wekken vanuit uw werkgroep, vanuit Bergentheim. U stelt daarbij een aantal dingen. Er is een vaste scope vanuit de gemeente om een aantal vormen van duurzame energie in ieder geval hier wel toe te staan en de rest valt daarbuiten, lijkt het uit uw betoog. Ja. En daarbij is er geen duidelijk doel wat betreft het opwekken van het aantal kilowatt per uur aan duurzame energie. Mogelijk kan ik het naar u toe omdraaien. Heeft u zelf enig beeld met de alternatieven die u zelf aandroeg, hoeveel kilowattuur u zou kunnen aanbieden aan onze gemeente? Want eigenlijk, dat is ooit eens in een raadsessie geweest zonder publiek, maar toch, we vragen de bevolking, nou ja, draag alternatieven aan voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Ja. Heeft u daar een beeld bij hoeveel energie u zou kunnen opwekken met uw ideeën? Ja, dat kan zeker. Eén punt vooraf. In de gemeente Hardenberg wordt 43 miljoen kilowattuur per jaar in 2016 verbruikt. 64 miljoen kilowattuur was door consumenten. 18%. Oftewel, de energie gaat voornamelijk naar bedrijven toe. Wij hebben hier eerder in gesproken en toen hebben wij verwezen naar onze Facebookpagina. Daar hebben we laatst ook een voorstel gedaan. Het voorstel is binnen 5 minuten in elkaar verlanst, mag ik wel zeggen. 5 minuten op Google Maps gespendeerd en allerlei daken van grote bedrijven hier in Hardenberg uitgezocht. We hebben 70.000 vierkante meter. Zo bij elkaar. Zonder ook maar enig moeite te doen. Dat is een van de voorstellen die we hebben gedaan. Helder, dank u wel. Meneer Kloekhorst. Ja, dank u voorzitter. Bedankt meneer Hofsink voor uw inbreng. Ik heb gewoon een heel simpele vraag. U was mij te snel. Kunt u ook... Ik heb heel veel informatie, excuus. Ons doen toekomen via de griffie? Ja, uiteraard. Graag, bedankt. Graag gedaan. Dank u wel. Meneer Mulder. Of is meneer Jonkhans, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u voor uw uitermate snelle inspraak. Ja, ik had twee vragen van. Kent u ook project of het concept Heliac Solar? En dat vraag ik omdat u geeft aan van goh, het zou heel mooi zijn om dat bovenop op daken te doen. Maar wat vindt u van open veldopstelling van zonnepanelen? Naar mijn weten is de gemeente Hardenberg staat hier nog niet open voor open veldopstelling. Ja goed, dat is een optie uiteraard. Duidelijk, dank u wel. Dank u wel meneer Hofsink voor uw inbreng. Dan zijn we bij agenda punt 4. En dat gaat over duurzaam afvalbeheer, omgekeerd inzamelen fase 2. En dan specifiek over gescheiden inzameling GFT buitengebied. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Mulder, meneer Rodermond, meneer Kloekhorst, meneer Nijhoff, alle fracties, meneer Bak. Ja, dan zijn alle fracties behalve de Partij van de Arbeid. Oké. Dan begin ik bij meneer Kloekhorst. Dank u, voorzitter. Voorzitter, in de vergadering van 19 september vorig jaar is uitvoerig gesproken over de inzameling van GFT in het buitengebied. Ik denk dat het geen zin heeft om die discussie vanavond over te doen. Op koers is toen akkoord gegaan met GFT-inzameling in het buitengebied, mits op vrijwillige basis. Uw college probeert ons thans te overtuigen dat de invoering op vrijwillige basis juridisch niet houdbaar is. Wij zijn daar niet van overtuigd. Mede door het antwoord van de wethouder in de oriënterende ronde op 18 juli 2017. Op onze vraag, kan GFT in het buitengebied op vrijwillige basis worden ingezameld, antwoordde de wethouder, alles kan, maar we willen het niet. En dat was in de vergadering 2.16 uur. We komen mede tot de overtuiging door het feit
dat in de gemeente Someren, Dwimmelen en Heerzeleende in de provincie Brabant het systeem wordt toegepast. Voorzitter, ik kan eigenlijk nu al duidelijk zijn, op koers gaat straks tegen het voorstel stemmen. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Het is wat ons betreft bijna symbolisch dat dit onderwerp juist vandaag op de valreep van deze raadsperiode moet worden behandeld. Wij lezen dat er op ongeveer 4000 adressen een voorziening geplaatst gaat worden om GFT-afval in te zamelen in het buitengebied. En eigenlijk heb ik daarover maar één vraag die mij niet helder is geworden in het voorstel wat nu voor ligt. En dat is met betrekking tot de kosten voor de inwoners van onze gemeente. Zullen die derhalve gaan stijgen omdat wij een extra voorziening gaan plegen die niet voor ieder adres nodig is? En zo ja, hoeveel zal dat gaan bedragen? Dank u wel, meneer Rodermond. Ik dacht meneer Gelling van de VVD. Hè? Ja, ga uw gang. Dat is akkoord, voorzitter. Dank u wel. In navolging van op koers is ook eigenlijk wat verbazing van de zijde van de VVD ter zake de onmogelijkheid tot vrijwillige invoering, althans een keuze in het buitengebied. En het zou zijn dat advocaten heel stellig in, omdat het gelijkheidsbeginsel daaraan aan de weg staat. Wat de VVD-fractie dan merkwaardig blijft vinden, voorzitter, is dat dat ter zake hoogbouw dan niet geldt. Dat zijn toch ook gewoon huizen, mensen die wonen gewoon in een huis, betalen belasting en zit weinig onderscheid in met het andere huis. Dus waarom zou dat gelijkheidsbeginsel in de weg staan ter zake huizen in het buitengebied? En waarom staat datzelfde gelijkheidsbeginsel niet in de weg ter zake bewoners van hoogbouw? Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn fractie was in september 2017 eigenlijk al akkoord met dit besluit. Nou goed, dat is geamendeerd en er is nu onderzoek geweest richting of het houdbaar is. Nou ja, uit de beantwoording van de advocaat denkt hij dat het juridisch niet houdbaar is. Nou, dat vinden we prima. Omdat we toch alle eens waren. En wij zien nu dan ook die mogelijkheid, die 32 kilo die er dus nog steeds in het buitengebied in de container achterblijft, dat dit er nu toch de mogelijkheid biedt om die nu ook in te zamelen en daar ook datgene mee te doen wat we graag willen. We hebben een duurzaamheidsdoelstelling en met de inzameling van dit systeem lijkt ons dat we dan prima aan onze 75%, zoals dat is benoemd, dat we daaraan kunnen voldoen. Het gaat ook soms over de korting van die 18 euro die het buitengebied op dit moment krijgt. Op het moment de GFT-inzameling in het buitengebied start en de inwoners die naar onze mening dan optimaal gebruik maken van die mogelijkheid, is die 18 euro die men nu heeft denk ik al heel snel weer ingehaald. Maar dat mag de wethouder dan beamen. Als men twee keer de container, de grijze container, achterwege laat, dan is het volgens ons, die 18 euro is alweer binnen voor degene die in het buitengebied zit. En onze laatste vraag is, ziet de wethouder ook nog mogelijkheid om bij hoogbouw, om daar ook een groene container te plaatsen voor degene die graag zou willen dat het GFT ingezameld wordt? Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Meneer Nijhoff. Voorzitter, als CDA-fractie hebben we niet zozeer vragen over het voorstel, wel een aantal opmerkingen. De CDA-fractie had graag gezien dat de inzameling van GFT in het buitengebied op basis van vrijwilligheid zou kunnen plaatsvinden. Nu uit juridisch advies blijkt dat de instelling van vrijwillige deelname aan GFT-inzameling in combinatie met korting op het vastrecht, als men niet deelneemt en alleen in het buitengebied, vermoedelijk in strijd komt met het gelijkheidsbeginsel, zullen wij instemmen met het voorstel zoals dat nu voor ligt. Wel zijn we erg benieuwd naar de evaluatie die in 2019 zal plaatsvinden. Te meer omdat er in het huidige voorstel geen enkele waardering is voor inwoners die zelf composteren en daarmee hun eigen kringloop verzorgen. Zonder dat daar eenmaal per 14 dagen een ophaalronde door vrachtauto's voor nodig is. Er kan dan wel berekend worden dat GFT-afzameling en centraal verwerken
per saldo positiever is dan zelf composteren. Bij de evaluatie zien we de daadwerkelijke cijfers ook op dit onderdeel graag terug. De verwachtingen ten aanzien van terugdringing van de hoeveelheid restafval en stijging van het hergebruikspercentage worden dan hopelijk bevestigd door feiten. Kosten en opbrengsten dragen dan hopelijk ook bij aan duurzaamheid. Een andere opmerking betreft de voortvarendheid waarmee in ieder geval Rova de inzameling van GFT in het buitengebied in haar afvalkalender had opgenomen. Toen ik eind december, wellicht een van de eerste dagen van 2018, de afvalkalender voor mijn eigen situatie opzocht, werd daar al vanaf 4 april 2018 het ophalen van GFT gepresenteerd. Als u beseft dat mijn woonplek, kort aan de grens met de gemeente Hogeveen en de provincie Drenthe, toch echt buitengebied is, zult u kunnen begrijpen dat ik op zijn allerminst verbaasd was. Maar laten we dat maar plaatsen onder het kopje voortvarendheid. Afsluitend. Als CDA-fractie stellen we het op prijs dat de burgemeester het middel van de juridische toets heeft toegepast. En we zijn nog wel benieuwd naar de vragen die hier door de andere partijen zijn gesteld. Antwoord van de portefeuillehouder daarop. Dank u wel, meneer Nijhoff. Dan vraag ik de portefeuillehouder. Voorzitter. Mevrouw Van den Hoek. Ik weet dat ik laat binnenkom, maar ik zou graag wat willen zeggen. Wij zijn ontzettend blij met dit voorstel. En ik kan me geheel aansluiten bij de ChristenUnie en het CDA dat dit een goed ding is. En wij zien ook graag de evaluatie terug. Dan nu toch het woord aan de portefeuillehouder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een afronding van het lang proces wat we achter de rug hebben met elkaar. Als het gaat om afval, ik heb achter dit spreekgestoel al volgens mij heel wat woorden vuil gemaakt. Aan deze discussie zeg ik dan maar. Maar wel in alle oprechtheid. En ook wel vanuit het besef dat we hebben gemerkt dat de behoeften verschillend zijn. Omdat we te maken hebben met een diverse gemeente qua structuur, cultuur, laagbouw, hoogbouw, buitengebied, binnengebied, stedelijk gebied, kernen. En dat maakt het niet bepaald gemakkelijk zeg maar, om tot een eensluidend voorstel te komen. We hebben daar vorig jaar, een half jaar geleden, uitvoerig met elkaar ook volgens mij over gesproken. Het voorstel wat we toen hebben besproken is toen ook aangepast. Hè, want u heeft als meerderheid gezegd van ja, we vinden uw ambitie wethouder in college om te gaan met restafval van 1 keer per 4 weken en 8 weken, dat vinden we nu te ver gaan. Dat willen we in stand houden. U heeft wel ingestemd met de invoering van de PMD-container, waar ik overigens goede signalen over krijg. Ik hoop u ook. En we zijn nu op dit moment nog bezig met het plaatsen van ondergrondse voorzieningen voor ook de PMD. En dat wordt april, mei zo ongeveer afgerond. In verschillende kernen. We hebben van de verschillende kernen ook, een kleinere kern, ook de behoefte gekregen om in centra met name dat te organiseren. Omdat mensen soms beperkte ruimte thuis hebben. Nou, dat is allemaal georganiseerd. Bleef over, inderdaad, het juridische verhaal rondom inzameling GFT buitengebied, al dan niet vrijwillig. Nou, dat hebben we, dat heeft de burgemeester volgens mij destijds ook als zelfstandig bestuursorgaan tot zich genomen. Heeft gezegd van ja, ik wil dat toch onderzocht hebben. Juridische kant daarvan, want die vind ik best wel spannend, gelet op de wetgeving die daar is. En dan kan het zijn dat ik in mijn enthousiasme, zeg ik meneer Kloekhorst, ooit heb geroepen van ik wil het zo graag, dat ik dat misschien niet helemaal goed heb meegenomen. Maar wij vonden toen het voorlag, een half jaar geleden, wel zo belangrijk dat we hebben gezegd, we gaan het nu ook echt toetsen. Dat hebben we gedaan. Daar kom ik zo nog op terug. Meneer Rodemond, want dan komt het ook op kosten uit, hè, en u heeft, als het goed is, ook een beantwoording gehad van de vragen vanuit het CDA over de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat ging over de containers, eenmalig geloof ik 13.000 euro. En per huishouden nu 54 cent, want dat is waar het om gaat. En dan moet u zien, anders krijgen we daar een discussie over, binnen het totale tarief van afvalstoffenheffing. Ja, dus het gaat hier heel specifiek om het totale tarief. En dat heeft u al vastgesteld voor 2018. En die komt volgend jaar gewoon weer terug bij de begroting 2019. Dus dat is het verhaal van de kosten. Nou, meneer Gelling, volgens mij hebben we ook die discussie vorige keer gehad over verschil hoogbouw en laagbouw, zeg ik maar eventjes. We hebben, dat is altijd op basis van praktische redenen en ook qua infrastructuur, maar ook vanuit milieu- en hygiëne oogpunt gezegd van nou geen inzameling van GFT bij hoogbouw. Inmiddels zijn de technieken zover
dat men heeft gezegd, nou, we zijn bereid, dat heeft Rova ook gezegd, om daar toch met proeven aan de slag te gaan. In de vorm van container, cocons die er nu voor zijn. Dus we gaan proefondervindelijk aan de slag met inzameling GFT bij hoogbouw. Dus dat komt eraan. En daar wil ik eerst eens kijken wat daar de ervaring van is, voordat we daar verdere stappen in kunnen nemen. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, dat heeft u ook inderdaad aangegeven, dat er een verfijning zou plaatsvinden bij nader onderzoek. Maar dat is toch iets anders dan dat u nu baseert dat de keuze in het buitengebied niet gemaakt zou kunnen worden op het juridische gelijkheidsbeginsel. En dat vind ik een merkwaardige, want het is een mooi aanbod om eens te kijken hoe het met de hoogbouw gaat. Maar dat neemt niet weg dat de meerderheid van deze raad graag zou zien dat er in het buitengebied op basis van keuze gewerkt zou worden. En dat pareert u nu met gelijkheid. En dan is de vraag, als dat gelijkheidsbeginsel in het buitengebied geldt, waarom geldt datzelfde gelijkheidsbeginsel dan niet ter zake gewone woningen die hoogbouw betreffen? Mevrouw de voorzitter. Meneer Mulder. Nou, maar volgens mij is die keuzevrijheid er al ten alle tijden. Als het buitengebied geen groene container aan de weg wil zetten, dan zet men gewoon die groene container niet aan de weg. Of nee, is er niet zo. Nee, maar dan ben je wel je korting kwijt en daar gaat het natuurlijk om. Dus dat is een aardige poging, maar dat is niet waar het om gaat in deze. Mevrouw voorzitter, volgens mij hebben wij verschillende meningen over inzicht van, ten aanzien van keuzevrijheid. Volgens mij is de keuzevrijheid die wij hier specifiek benoemen heel nadrukkelijk in het voorstel ook uitgewerkt. Dus verder kan ik daar helemaal niks op zeggen. Het heeft puur te maken met die hele praktische kant, op basis waarvan ooit is gezegd, we zijn niet in staat, en het heeft niks met keuzevrijheid te maken, met op basis van de infrastructuur, met een gelijke situatie ten opzichte van de hoogbouw, de mensen die in de hoogbouw wonen. Daarom hebben we ook gezegd, omdat die behoefte er ook wel is, dat hebben we ook vanuit die enquête gezien, willen we toch proefondervindelijk starten met een aantal experimenten bij hoogbouw. En dan gaan we gewoon eens kijken hoe dat werkt. En dan komt te zijn de tijd wel terug de discussie over die gelijkheid, vrijwilligheid voor iedereen. Meneer Mulder, die 2 keer 9 euro, dat heeft u goed uitgerekend inderdaad. Want dat hebben we ook gezegd, 30% zit er nog vervuiling zeg maar in de restafval. En als je ook nog het onderscheid maakt in die vervuiling, dan zie je ook nog verschil zeg maar, tussen GFT, hè, dus groente en fruit. En alles wat uit de tuin komt, zeg ik wel eens. Nou, en daar is ook gezegd van, daar zien we nog heel veel winstmogelijkheden, omdat het composteren, zeg maar, natuurlijk altijd een bijdrage levert. Maar als je in staat bent om dat grootschalig te doen, dan maak je meer stappen en meer winst, zeggen we dan ook maar. Want u weet ook, dat heeft u destijds ook van mij als antwoord gekregen, dat de opbrengst van GFT ook voor een deel gewoon terugkeert naar de gemeente toe. In dit geval in de vorm van certificaten, hè? Groen gas onder andere. Daarmee, die gebruiken wij ook voor de energievoorziening zeg maar, van bijvoorbeeld onze sporthallen en van de matrix. Dus er zit een direct verband tussen. Hoewel we dat niet heel expliciet nu in euro's kunnen gaan uitdrukken. En u heeft al gevraagd naar de groene proef. Nou, daar heb ik volgens mij al iets over gezegd. Meneer Nijhoff, ja, u geeft nadrukkelijk aan evaluatie. Volgens mij staat in het voorstel zoals dat er lag, 2019 gaan we evalueren. Ik denk dat dat een heel mooi moment is om dan te kijken van wat is nou het effect van die gewijzigde inzameling. En wat is het netto rendement, maar ook het milieurendement versus kosten. Want daar gaat het volgens mij om. Steeds die balans, milieurendement en kosten. Nou, laten we dat vooral veel aandacht geven in evaluatie in 2019. En we zijn zeer benieuwd naar die uitkomsten daarvan. Ja, u gaf ook aan, ja, we waren wat voortvarend met onze afvalkalender. Dat was Rova ook, maar Rova kennen we ook wel als redelijk voortvarend. We hebben toen ook wel gezegd van wacht even, dit gaat wel even wat stappen te snel. Want we gaan hier nog over spreken met de raad. En voor mij is die ook wel weer digitaal aangepast. Maar daar kom ik even terug op het begin. We willen zo graag, dus dan gaat het soms iets te snel. Maar ik begrijp uw vergelijking ook met een andere gemeente op dat moment als u zo dicht bij de grens woont. Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Jawel. En dat komt een beetje door de vraag van de heer Gelling en het antwoord wat daarop kwam. Kijk, de meerderheid van deze raad heeft een half jaar geleden geloof ik besloten van, nou, in ieder geval aangegeven, wij zouden graag het GFT in het buitengebied op basis van vrijwilligheid zien. Want, nou ja, die cijfers, dat was al wel wat twijfels over. Zelf composteren kwam daar niet in de voren. Kun je allemaal nog die discussie overnieuw doen. Gaan we vooral niet doen vanavond, denk ik. En toen heeft u gezegd, of het college aangegeven, dat is op juridische basis niet mogelijk. Nou,
Dat heeft u ook nog door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Daar hebben wij ook in december een brief van gekregen. En dan zou ik eigenlijk vinden, nou, dan moet je ook maar een keer aannemen dat het dan zo is. Hè? Ondanks de eigen wijsheid van onze raadsleden dan, daarin misschien. Alleen wat ik nu hoor, is op de vraag van de heer Gelling, hè, waar zit nou het onderscheid in? En zoals ik de brief gelezen heb, zat het onderscheid in het verschil tussen zeg maar, de bebouwde kom en het buitengebied. En tussen die twee kun je het onderscheid maken, dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan, hè, niks in het buitengebied en wel in de bebouwde kom. En wat ik in de brief lees is eigenlijk, je kunt niet binnen een van die twee ook nog een onderscheid aanmaken, want dan raak je aan dat gelijkheidsbeginsel. Tot zover zijn we het eens, denk ik. En nu hoor ik u zeggen, nou, we gaan misschien wel experimenteren met hoogbouw of andere zaken in een van die twee zaken, in de bebouwde kom, zeg maar. En dan komt bij mij toch de vraag over, ja, als u aan de ene kant wel kunt experimenteren, kunt u mij dan uitleggen waarom u geen experiment kunt doen in het buitengebied met vrijwilligheid van GFT? Kunt u dat eens gewoon helder uitleggen? Ja, dat heeft vooral te maken, voorzitter, met de infrastructuur zelf. Want we hebben natuurlijk vaker die gesprekken ook gevoerd met mensen die te maken hebben met een woonsituatie in hoogbouw. Dus dan ging het om een hele praktische zaak. En daarvan is ook altijd gezegd van ja, we zien heel veel praktische bezwaren om dat nu toe in te voeren. Ik heb ook al gezegd hygiëne, de ruimte om dat te doen. Als dan straks blijkt dat er toch, en die technieken waren toen nog niet voorhanden om het wel voor hoogbouw te doen. Nou, we hebben nu gemerkt in de gesprekken met Rova dat die mogelijkheid, die techniek er zo langzamerhand aankomt. En men wil graag experimenteren, proefondervindelijk zeg maar, met een proefexperiment, met groen voor die hoogbouw. Dat is, vind ik, een heel andere discussie dan het gelijkheidsbeginsel waar we nu over praten. Als blijkt dat die behoefte er dan is, en de techniek schrijft voort, dan komen we wel hier met elkaar erover in gesprek. Maar ik vind het een ander uitgangspunt. Maar geeft dat een opening om misschien in de toekomst wel te gaan naar vrijwillig inzameling GFT? Of zegt hij van, het vrijwillig inzamelen van GFT in het buitengebied is absoluut juridisch gewoon onmogelijk? Ja, dat is zo. Oké. Voorzitter. Meneer Kloekhorst. Laat ik gewoon beginnen met de vraag of er een behoefte is aan een tweede termijn. Dat is misschien verstandiger dan. Dat is voor u het geval. Voor u als enige. Ga uw gang, meneer Kloekhorst. Voorzitter, het antwoord van de wethouder op de vraag van de heer Beukerman heeft ons niet over de streep getrokken. En ik heb ook niks gehoord over de gemeenten in Brabant die het dus wel toepassen. Ik ben van harte bereid de advocaat te geloven. Maar aan de andere kant, u weet net zo goed als ik, advocaten zijn er in vele maten en soorten. En er bestaat volgens mij nog geen enkele jurisprudentie hierover. Voorzitter, ik wil er wel even op reageren, want ik ben wel even benieuwd naar de voorbeelden die u noemt. Omdat de advocaat in zijn beantwoording heeft gezegd van, er is natuurlijk wel onderscheid in DIFTAR en niet-DIFTAR. En als het te maken heeft met DIFTAR, voor die gemeente, ook als het gaat om groen, hebben we natuurlijk een heel andere discussie. Gelling. Ja, voorzitter, ik was even afgeleid door mijn linkerburen. Als had ik de vraag gelijk, of mijn vinger gelijk gemogen gestoken, maar dank voor de mogelijkheid. Want ik toch in reactie op meneer Beukerman net, want ik begreep namelijk het antwoord op mijn vraag aan meneer Beukerman al verder ging anders. Maar ik zag u net instemmend knikken toen meneer Beukerman het onderscheid maakte tussen bebouwde kom en buitengebied. En daar stemde u in knikken, terwijl u op mijn vraag ter zake het gelijkheidsbeginsel het antwoord in mijn beleving gaf dat iedereen gelijk was, maar dat het technisch niet mogelijk was. Maar nu knikt u weer, maar u knikte net ook toen meneer Beukerman aangaf dat het onderscheid was tussen bebouwde kom en buitengebied. En kunt u nog wel knikken? Het moet toch ergens duidelijk worden wat het dan is? Volgens mij, voorzitter, heb ik nadrukkelijk antwoord gegeven op beide vragen. En ik heb ook nadrukkelijk aangegeven dat voor de hoogbouw een andere situatie geldt op basis van die technische aspecten. Even voor alle helderheid. Als straks blijkt uit die proefondervindelijke experiment dat het wel kan, dan komen we over dat onderwerp weer te spreken hier rondom gelijkheidsbeginsel. Maar dat is wat anders als nu het wel kunnen inzamelen, zeg maar, zowel voor hoogbouw als buitengebied als binnen de bouwde kom. Voorzitter, sorry nog één keer, hoor ik u nu zeggen dat als het technisch wel kan, dan komt u praten over het gelijkheidsbeginsel. Maar dan komen we naar meneer Kloekhorst, als u wilt praten over een gelijkheidsbeginsel, dan zouden wij toch wel als meerderheid van de raad willen zien ter zake het buitengebied. Wil u de laatste nog één keer voor mij herhalen?
Nou, u geeft net aan dat zodra er een technische mogelijkheid is om bij hoogbouw te komen tot het inzamelen van GFT, dan komt u terug om te praten over het gelijkheidsbeginsel. Dat heb ik gezegd. Ja. Nou, als het te praten valt met u over het gelijkheidsbeginsel, dan moet dat toch ook te praten zijn over hetzelfde gelijkheidsbeginsel voor inzameling in het buitengebied. Nou, hier lag de discussie voor buitengebied versus binnengebied, zeg ik maar eventjes, en niet hoogbouw. Ik zie ja. Geen vragen meer. Goed, ik heb het idee dat u een beetje in verwarring wordt achtergelaten, maar ik zie niemand zijn vinger opsteken. Dus rest mij wel de vraag, want dit agendapunt gaat naar de raadsvergadering die op deze vergadering volgt. Gaat die als hamerstuk of als bespreekstuk naar de vergadering van zometeen? Voorzitter, ik heb op zich geen behoefte de discussie opnieuw te doen, maar ik wil wel de gelegenheid hebben om tegen te stemmen. Ja, maar prima. Het wordt sowieso in de raad behandeld, dus die mogelijkheid heeft u altijd. Hij staat nu, en dat heeft u kunnen zien, als bespreekstuk op de agenda. Maar als u zegt, we willen dat het een hamerstuk wordt, dat kan. Maar als bespreekstuk laten staan? Ja, we laten hem als bespreekstuk staan. Oké, dan zijn we bij agendapunt 5. Dat is invoering, besluit, brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wie wil daarover het woord voeren? Helemaal niemand. Dat betekent dat hij als... Ik zie u zo doen. Heeft. Oh, dat ging over wat anders. Dan gaat hij als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dat brengt ons bij de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niet. Dan sluit ik de vergadering en ik dank u voor uw aandacht. Om 8:00 begint de raadsvergadering. Dat ben ik net vergeten te vertellen.